is Jeruzalem is van de hand van Stanislav Setinsky. Setinsky is een veelzijdig kunstenaar. Hij illustreerde onder meer de Tsjechische uitgave van Zeven Vette Jaren van de Israëlische schrijver Edgar Keret en een roman over Peter Gins en andere jongens die in de Tweede Wereldoorlog naar het ghetto van Theresienstadt waren gedeporteerd. Setinsky heeft ook een zakformaat Hebreeuws, Engels, Tsjechisch woordenboek samengesteld en geïllustreerd. Daarnaast maakt hij strips en ontwerpt affiches. Maar hij blijft niet aan zijn werktafel zitten. Zo heeft hij al op toneel gestaan en een rol in een film gespeeld. Hij is ook bassist van de noise punkband Kotschkolit. De inspiratie voor Dit is Jeruzalem kwam toen Setinsky stage liep op de Bezalel Academy of Arts and Design in Jeruzalem. Deze originele stadsgids is zowel bedoeld voor kinderen als voor liefhebbers van mooie boeken. Het formaat is bedacht door Miroslav Šašek, die in de jaren 60 beroemd werd met zijn serie This Is over verschillende landen en wereldsteden. Stanislav Setinsky is een van de jonge Tsjechische kunstenaars die nu deze klassieke serie voortzet. In zijn boek laat hij Jan, eigenlijk een gestileerde Tsjechische sprookjesfiguur van de Domme Hans, Hloupý Honza, Jeruzalem ontdekken. De opzet van het boek is gebaseerd op de werken van Šašek. Naast de informatieve kant met plattegronden en teksten gaat het ook om sfeervolle afbeeldingen van bijvoorbeeld de rotskoepel en de Heilige Grafkerk. Verder zijn in het boek leuke of soms zelfs grappige details verwerkt. Samen met onze jonge gids dwalen we door drukke straten en langs bekende monumenten van de oude stad. Maar ook door de orthodoxe Joodse wijken en de Arabische wijken in Oost-Jeruzalem. Verder reizen maken is nu lastig, maar je kunt nog altijd wel wegdromen bij een mooi boek. Bijvoorbeeld bij deze andere prachtige Tsjechische boeken, die net als Dit is Jeruzalem in vertaling verschenen zijn bij uitgeverij Boycott, zoals Een wonderlijke expeditie van robots, of Zo slapen dieren, en De pittige pruim die een pop werd, die vorig jaar bekroond werd met een zilveren penseel. Veel plezier met lezen.